Hallo en welkom weer bij deze video. Heerlijk weer om met elkaar te zijn, tenminste van mijn kant in elk geval. En we gaan gewoon verder met het onderwerp, Laat schrift spreken over ons systeem. We gaan nu beginnen met deel 4. We schakelen over naar de slides. Uh, en we waren geëindigd bij deze, als het goed is. En uh, nu, we hebben het dus nu gehad over de fundamenten van het systeem. Nu wil ik uh, even gaan naar de, uh, de zon en de maan. Hoe ze zich gedragen. En het is natuurlijk een simpel voorbeeld. Dus deze afbeelding had ik al getoond. En ik heb ook al getoond hoe het draait. Ik kan het nog een keer doen. Uh, maar ik denk, even kijken hoor. Ik denk dat ik het liever bij een video gehouden die ik ook heb toegevoegd. Ik heb hem in bed, dus dat komt, zo dat komt zo meteen. Laten we even naar de schrift gaan om te zien uh, wat de schrift daarover zegt, zeg maar. Hè? Over de zon, met name de zon en de maan in dit systeem. Ten eerste, de vraag, is de zon een schijf? In Job 9 vers 7 lezen wij, hij zegt tot de schijf van de zon en zij gaat niet stralend op, en hij verzegelt rondom de sterren. Dit is vertaald met. Dat woord is vertaald met de schijf van de zon. Ook in het Engels, by the way. Dus in de Concordant Version. Alleen. Uh, ik vraag me af of het daadwerkelijk een schijf betekent. Ik heb het woord een beetje opgezocht. Ik heb het bestudeerd. Je kunt het ook anders interpreteren. Maar. Uh, ik hou het. Uh, voor het gemak. En ik denk ook. Ik kijk ook naar de waarheid natuurlijk. Want daar gaat het natuurlijk om. Uh, is de zon een schijf binnen dit systeem? Ik denk het wel. Laat ik het voorzichtig zeggen. Ik denk het wel. En mijn stelling is dan. Als de zon een schijf is. Dan is de maan ook een schijf. En ik daag je dan uit. Om mijn gedachten te veranderen. Wie weet lukt het. Goed. Uh, en uiteraard een, bekend, een bekende passage. In Joshua 10, vers 13, waarbij we duidelijk zien dat de zon en de maan roleren. De zon en de maan roleren. We beginnen. En de zon stond stil en de maan bleef staan. Zo is hij geformeerd, hè? Geformuleerd, sorry. Totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had, het volk Israël. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haasten zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag. Dit gebeurde dus letterlijk hè? Het zijn de zon en de maan die draaien binnen dit systeem over het aardrijk dus. Nu als we dit geloven, kunnen we uiteraard gerust zijn en gewoon geloven wat de schrift zegt. Want de schrift Stel dit letterlijk op. Ik kende deze tekst al in de kerk, maar ik dacht, nou, het is alleen maar opgesteld vanuit het oogpunt van de mens, maar in werkelijkheid bleef de aarde stil en draaide niet meer om zijn as, bijvoorbeeld. Nee, dit is letterlijk. De zon stond stil en de maan bleef staan. Goed, we gaan nu naar uh, uh, een videootje die ik ga bespreken. Dit videootje wil ik bespreken. Uh, daarvoor wil ik eerst naar de slideshow even kijken. En dan ga ik hem bespreken. Uh, ik switch even. Dit. Even kijken hoor. Kun je dat zien? Ja. Goed. En dan doe ik de video aan. Kijk, nu loopt het. Dit is een app die ik al een tijdje heb. Um, je ziet, het, ik heb het opgenomen op donderdag 15 december. Uh, net, uh, we zijn nu in een tijd in Suriname, in een jaargetijden waarbij het vrij vroeg donker wordt. Om half zeven is het al donker in de avond. Het is al vrij donker. Je ziet, dit, hier is Suriname. Hè? Hier is Suriname. Kijk, kijk waar de zon nu is. En de maan is hier. Je ziet dat de maan een halve maan nu is. Hè? En ik ga het straks sneller laten draaien. Uh, ik, ik, ik heb het al opgenomen, dus hij gaat straks sneller draaien en daarna nog sneller. Zodat je ziet wat er eigenlijk gebeurt, wat het proces is. Goed, nu draait hij. Dit is eigenlijk gewoon als een klok. Zo werkt het ook in feite. En hier is Suriname. En straks, kijk, hier begint het al schemer te worden. Dat komt zo meteen over Suriname heen. En dat klopt helemaal met de tijd. Klopt volledig, kwart over zes middags, kijk, is het schemer. Kijk, nu komt het schemer over Suriname en nu gaat hij sneller draaien. Je ziet dat de zon en de maan zijn niet precies tegenover elkaar zijn, je ziet het. De zon komt langzaam dicht, langzamerhand dichter bij de maan. En uh, dat draait nu even een, een wat sneller, zodat je het idee hebt. Je ziet wat voor een impact de zon heeft op het aardrijk. Het grootste deel van het aardrijk wordt eigenlijk min of meer verlicht door de zon. Dat is ook afhankelijk van de hoogte van de zon en de maan. Want ook de zon en de maan variëren in hoogte, zeg maar. Je ziet hier de zon komt dichter bij de maan, straks gaat hij nog sneller. En daarna gaat hij weer op de normale snelheid. Um, en je ziet de maan, dus waar de zon niet schijnt, daar is het schaduw, daar is de nacht. Hè? Kijk, nu gaat hij nog sneller. Je ziet hoe de zon dichter bij de maan komt. En de maan wordt steeds kleiner. Hè? Dus kijk, de maan neemt af. Het is bijna nieuwe maan. Het is het laatste kwartier, dacht ik. En nu is het nieuwe maan. Dus je, ziet de zon, je ziet de maan bijna niet meer. De zon is al bijna uh, bij de maan. Kijk, dit was de maan. Zie je, het is nieuwe maan nu. Het is, de zon is bijna hetzelfde als, op dezelfde hoogte als de maan. Kijk, en nu. Gaat hij, denk ik, weer. Nee, hij is nog even snel. Ja, nu gaat hij weer langzaam. Nu is de zon precies ter hoogte van de maan. Zie je dat? Dit is de maan hierachter. En daarna gaat de zon voorbij de maan. En op een gegeven moment gaan ze weer tegenover elkaar. Kijk, dit is de normale snelheid weer. En dat zie je. Dus nu zijn we weer op 15 december beland. We waren eerst natuurlijk. Uh, voorbij gesneld op andere datums waren we geëindigd, maar nu zien we weer de zon hier, de maan hier en dat gaat natuurlijk vele malen langzamer in werkelijkheid. En dit is dus, dit is de juiste snelheid, wat je hier ziet, is de juiste snelheid van de zon en de maan over het aardrijk. Nogmaals, hier is Suriname en de schemering komt zo meteen boven Suriname en dan is het ongeveer kwart over zes middags en dat klopt helemaal. Volledig. Hier in dit gedeelte is het dus allemaal nog nacht. Hier is het midden in de nacht. Je ziet het Europa. Uh, Oost-Europa, Azië allemaal hier, Afrika is nacht. De nacht is hier net begonnen in Afrika. En in Azië uh, staat het op het punt om de, staat de zon op het punt weer op te komen hier, hè? Volgens mij is dit, als, het manie, als ik me niet vergis, Japan, of ik weet het niet precies hoor. Ik weet het niet zo uit het hoofd. Maar goed, ik hoop dat jij uh, een idee hebt nu. Even kijken. Goed, ik hoop dat je nu een idee hebt van uh, hoe dat allemaal is geordend door God. Binnen dat gesloten systeem, want daar ging het mij om. Goed. Dat was even een, een kleine demonstratie. Uh, en we gaan verder met de grenzen van het aardrijk. De grenzen. Dit is het aardrijk. Zeeën, eilanden, continenten en rivieren uiteraard. En dit zijn de grenzen. Die hoge muur van ijs en die dikke ijslaag van om en bij 2.500 tot 3.000 kilometer dik. Misschien laten we het op 2500 kilometer houden. Goed, we laten we kijken wat de schrift zegt over de grenzen van dit systeem. Spreuken 8, vers 27. Toen hij God de hemel bereide, was ik daar, zegt de wijsheid. Toen hij een kring trok op het oppervlak van de oceaan. Kijk eens hier, wat heeft hij dus gedaan? Letterlijk, gewoon letterlijk. De aarde is een schijf, het aardrijk is een schijf. Hij trok een kring op de oppervlakte van de oceaan. Hoe duidelijk wil je het hebben? Hoe letterlijk wil je het hebben? Waar hij de zee duidelijk zijn perken aangaf, zal ik maar zeggen. Zijn grenzen aangaf. Kun je dit doen op een globe? Wat zijn dan de grenzen? Wat zijn dan de grenzen van de zee? De zeeën lopen in elkaar over, laat ik maar zo zeggen, op een globe. Welke grenzen zijn er dan? Alles is, alles is één, in een sfeer, in een bol. Laten we kijken naar, die, naar de inverse van die globe, hè? Dat, andere, dat andere systeem, die alternatieve systemen hè? die we hadden behandeld. Kan dat daar ook niet? Hoe dan? Hoe kan God een kring trekken op het oppervlak van de oceaan wat de grenzen aangeeft? Hij gaf de zee haar grenzen aan. Hoe kan dat in zo'n systeem? Zowel het open systeem, het globesysteem, als wel de inverse van het globesysteem. Dat de mens aan de binnenkant van de aarde woont. Hoe kan je de grenzen van de zee aangeven? Het kan alleen maar op zo'n systeem. Op een schijfsysteem, zeg maar. Alleen daar kan je het zien. De grenzen zijn duidelijk aangegeven. De zee kan niet eruit. Impossible. Onmogelijk. Zo simpel is het nou, letterlijk. En vers 29, toen hij, hetzelfde verhaal, aan de zee, deze tekst had ik al uh, behandeld, hè, maar toen gaf ik de nadruk op de grondslagen van de aarde. Weet je nog, toen we de fundamenten behandelden, nu gaan we naar de, naar de zee kijken. Toen hij aan de zee haar perk, de grenzen stelde, opdat de wateren zijn gebod niet zouden overtreden. En hij de grondslagen van de aarde bepaalde. Zelfde verhaal weer, hij gaf de grenzen van de zee aan en de zee kan niet overtreden, onmogelijk. En ook die belofte hè, in verband met de vloed, Psalm 104, vers 9, jij plaatste een grens die zij nooit zouden passeren, dat zijn de wateren. Nooit zullen zij terugkeren om de aarde te bedekken. Nu, dat is hopelijk duidelijk, duidelijk. We gaan verder met de grenzen. Deuteronomium 13, vers 7. Behorende tot de goden der volken rondom u, dichtbij of veraf, van het ene einde van de aarde tot het andere. Is het het land hier? Nee, het hele aardrijk. Ene grens van, de aard, van het aardrijk tot, het andere, tot de andere grens van het aardrijk. Waarom is het niet het land? Omdat we naar alles kijken hier, want het gaat niet alleen om Israël, het gaat hier om de goden van de volken rondom u, dus alle volken. En dan kun je ook zeggen: dit zijn de landen hier, hè? al die landen, die continenten. Maar hoe zo dan? Welke grens? Welke grens is de grens van Australië naar de grens van Zuid-Amerika? Of, ik bedoel, het is allemaal niet logisch. We praten gewoon simpel over het aardrijk. Daar, ik deel gewoon mijn visie daarin. Hè. Job 28, vers 24. Want hij kijkt tot de einden van de aarde. Hij ziet onder de gehele hemel. Daar heb je het weer. Als je van hieruit naar bovenin kijkt. we kijken nou van bovenuit naar het aardrijk. dan kijken we van, laten we zeggen, boven de koepel. Hè. De koepel is doorzichtig, min of meer. Um, en we kijken over het hele aardrijk. En je kan ook zeggen, de kijk maar hier, onder de gehele hemel. Dat is wat je ziet. Je ziet de gehele hemel, want boven, de, boven het aardrijk is de lucht. Dat is de hemel, zeg maar. Hè? Daar begint de hemel al. Dus hij ziet onder de gehele hemel. Het is gewoon letterlijk. Hij ziet de hele, over de hele aardschijf, zeg maar. Zo simpel is dat. Psalm 8, 48, vers 10. O God, jouw lofprijs is zoals jouw naam. Tot aan de einden van de aarde. Jou rechterhand is vol van rechtvaardigheid. Ik hoef mij niet te herhalen, volgens mij is het heel duidelijk. We gaan verder. De grens is dus Antarctica. Spreuken 30: vers 4. Wie klom op ten hemel en daalde weer neder. Wie heeft de wind in zijn vuist verzameld? Wie heeft de wateren samengebonden in het kledingstuk? Wie heeft al de einden van de aarde vastgesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam van zijn zoon? Je weet het toch? Lekker sarcastisch. Psalm 74, vers 17. Jij hebt al de grenzen van de aarde bepaald, zomer en winter. Jij hebt ze vormgegeven. En uiteraard zijn zomer en winter ook te vinden op de zeeën. Dus we hebben het weer over het hele systeem. De grenzen van het aardrijk eigenlijk. Goed. Maar ook de hemel heeft grenzen. Ook de hemel heeft grenzen. Laten we kijken. En ik denk dat we weer bijna aan het einde zijn. De tijd vliegt ongelooflijk. Maar goed. Marcus 13, vers 27. Jawel, de bekende passages. En dan zal hij zijn boodschappers sturen. En hij zal zijn uitverkorenen bijeenvergaderen vanuit de vier windstreken. Van het uiteinde van de, van de aarde tot het uiteinde van de hemel. Zo, de hemel heeft een uiteinde. Jawel. Ik hoef niet te gaan naar het plaatje. Hè? Laat ik het toch maar even snel doen. Uiteinde van de hemel, hier. Uiteinde van de hemel. Uiteraard, voor de mensen is het hier. Omdat de mens hier niet kan komen. Op dit continent, in feite. Er zijn diverse dingen gaande, hoor ik. Maar het maakt mij even niet uit. Tot hier kunnen de, kan de mens komen. Dus de gelovigen zijn overal. De uitverkorenen die zullen worden verzameld. Wanneer Jezus terugkeert. En de, ook de bekende tekst in Matthäus 24, vers 31. En hij zal zijn boodschappers sturen met groot bazuin-geschaal, en zij zullen zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen vergaderen vanaf het ene uiteinde van de hemelen tot het andere. Alsjeblieft, nogmaals, uiteinde van de hemelen, het ene tot het andere. Dit is weer heel erg letterlijk. Ik hoop dat het heel erg duidelijk is. Ik denk uh, dat we het hierbij gaan houden. Want anders uh, uh, wordt het weer een beetje lang. En er is toch nog behoorlijk wat te behandelen. Uh, Wauw. Goed, uh, ik laat het even hierbij. Ik dank je wel voor het kijken. En uh, ik weet niet hoeveel er nog kunnen komen. Ik denk nog twee of drie, hooguit. Alright, dankjewel en tot gauw. Doedoeg.